Goed, jongens en meisjes. Ik heb gezegd dat we een upgrade uit Amerika besteld hebben. En die is inmiddels op mijn computer geïnstalleerd. En daarmee ben ik in staat om leuke filmpjes met jullie te delen. Als je spelling gekeken hebt, dan heb je het daar al een klein beetje gezien. Ga je meander kijken later op de dag. De meeste van jullie doen dat later op de dag. Zul je er nog een heel mooi voorbeeldje van krijgen. Maar ik heb nog een leuke. Ter voorbereiding van de spellingles van morgen. Die gaat over werkwoorden. En dan heb ik iets heel aardigs gevonden om dat voor te bereiden. Ik heb dit filmpje een verrassingsfilmpje genoemd. Maar dan weet je, als je van de week dit filmpje nog een keer terug wil kijken, dat je even het verrassingsfilmpje moet opzoeken. Goed, jongens en meisjes, ik ga mezelf helemaal uit beeld zetten en ik wens jullie heel veel plezier de komende 10 minuten. Weet je, soms plak je aan de stam opeens een teetje. Maar hoe en wat en waar is wel een beetje ingewikkeld, want de regels zijn gek. Pak een zakje. Een zakje vol met thee's en ook een bakje. Een bakje letterlijm en daarmee plak je gemakkelijk de theetjes op een plek. Ik zie maar niet, ik ziet. Als het gaat over ik, dan plak je hem niet. Jij bakt geen taart, jij bakt. Als er jij voor staat, moet er wel een thee geplakt. Zelfs bij een stam op thee. Jij rijdt, jij raadt, oké, weet je, soms plak je aan de stam opeens een teetje. Maar hoe en wat en waar is wel een beetje ingewikkeld, want de regels zijn gek. Pak een zakje vol met thee's en ook een bakje. Een bakje letterlijm en daarmee plak je gemakkelijk de theetjes op een plek. Het is simpel als u ziet, want dan hoort u de thee en er staat wat er klinkt. Het is lastig als u braadt, want dan hoort u hem niet, hoewel hij er staat. U en hij en zij, daar plak je een theetje bij, jij. Weet je, soms plak je aan de stam opeens een theetje, maar hoe en wat en waar is wel een beetje ingewikkeld, want de regels zijn gek. Pak een zakje vol met thee's en ook een bakje. Een bakje letterlijm en daarmee plak je gemakkelijk de theetjes op een plek. Snap ik het? Ik snap het. Ik snap is zonder thee. Snap jij het? Jij snapt het. Komt je of jij erna, dan doet de thee niet. Nee, weet je, soms plak je aan de stam opeens een theetje. Maar hoe en wat en waar is wel een beetje ingewikkeld, want de regels zijn gek. Pak een zakje vol met thee's en ook een bakje. Een bakje letterlijn en daarmee plak je gemakkelijk de theetjes op een plek. Gemakkelijk de theetjes op een plek. Gemakkelijk de theetjes op hun plek. Nu zijn er vast een aantal kinderen die vragen: moet je meezingen? Nee, natuurlijk niet. Maar het mag wel. En als je het liedje nog een paar keer wil terughoren en de tekst uit je hoofd wil leren, dan zou ik zeggen: ga lekker aan de gang. En anders dan heb je hem nu gehoord ter voorbereiding van de werkwoordenles van morgen. Je weet het, een theetje, die plak je met een plakje lijm in een bakje. Veel plezier.